Hallo, ik zal wat verfsoorten laten zien die over het algemeen gebruikt worden. Ongeveer 15 verschillende soorten, soms wat minder. Dit is Ultramarine Blue, dus blauw. En dit is Cadmium Red. Je hebt ook een lichtere vorm. Dit is Cadmium Red Deep. Of Deep Red. En dan heb je hier Cadmium Red Light. En dan heb je hier. Dat is heel iets anders. Dat is. Nee, dat is ook Cadmium Red Light. Maar een ander merk. Een Lemon Yellow. Geel. Dan Titanium White, dat wordt heel veel gebruikt. En dan een Nederlands product, Rembrandt. Geel, dat is hetzelfde eigenlijk als Lemon Yellow. En dan oranje, Cadmium Orange. En dan een huidskleur, is dit. Is Skin Flesh Tint. Dan heb je Crimson Alizarin. Dat is, wordt ook heel veel gebruikt. Eigenlijk meer dan Cadmium Red Donker, geloof ik. Dan heb je hier Cobalt Blue. En hier Cerulean Blue. En Cobalt Blue schijnt erg duur te zijn. Ik heb het gekregen van iemand. En dit is. Cadmium Orange. En deze zijn Earth Colors. Dus Burnt Amber. Die zijn volgens, als ik begrepen heb, transparant. Meer transparant. Dit is Burnt Sienna. Dit is Raw Sienna. Je kan het eigenlijk zien aan de kleur. Dit is lichter dan die ander. Dan heb je hier. Wordt ook veel gebruikt van in de huidskleur en zo. Yellow orange, yellow ochre, yellow ochre. Dan dit is Viridian Green, Viridian, dat is groen. Dan dit is Ivory Black. Dan Raw Amber. En dan dit is Naples Yellow, een soort geel. Nou, dat is het voornamelijk. Sommige mensen willen, schilders willen alleen maar drie kleuren gebruiken, maar volgens mij is dat heel erg moeilijk hoor. Dus dat is een geel, rood en blauw. Dus als je dus blauw mengt met. Blauw mengt met rood, dan krijg je purple, dacht ik. Als je rood mengt met geel, krijg je oranje. En als je dan blauw mengt met rood, heb ik het al gezegd? Blauw met rood is volgens mij, krijg je groen. Nou, dat was het dan weer.